Welkom bij Oude Verstoting Overwinnen. Vandaag neem ik jullie weer mee naar een overdrachtsmoment. Overdracht met een moeder. Echt zo'n narcistische borderline moeder, klust een beetje, die controle wil uitoefenen. En die wil het duidelijk laten zien. Die wil die kinderen laten zien, ik ben de baas. Wat moet jij doen als vader? Maar ook als moeder als je in zo'n situatie zit. Bescherm jezelf, maak opname. Minimaal audio, als het kan ook video. En het kan subtiel tegenwoordig. Maak gebruik van technologie. Ik ben echt blij met dit soort filmpjes, want vroeger zag je dit dus allemaal niet. Hè? Vroeger konden vrouwen gewoon liegen, mannen konden gewoon liegen. En er was geen bewijs. En wat je merkt is dat zelfs als er bewijs is, ze blijven dit gedrag gewoon laten zien. Want ze kunnen niet anders. Ze moeten controle uitoefenen. Het is voor jou zo belangrijk. En dat ga je zien in dit filmpje. Dat jij rustig blijft. Kalm blijft. Want ze gaan alles doen om jou uit te lokken. En ze gebruiken eigenlijk dezelfde trucjes. Hè? Van, je hebt dat niet goed gedaan. En je doet dit nooit goed. En ik ga de kinderen van je afnemen. Het zijn eigenlijk dezelfde trucjes. En het kan ze niet schelen dat die kinderen gewoon erbij staan. Want die kinderen staan hier gewoon bij. Kijken. Ja, hier. En het boeit ze gewoon niet. En vaak, wat je ziet ook, hè, dat deze die haalt haar moeder erbij. Want zij is waarschijnlijk narcistisch geworden. Nou ja, ze heeft een narcistische opvoeding gehad door haar moeder weer. Dus dan gaan ze met z'n allen tegen jou. En dan gaan ze angst aanjagen. Dus wat deze man wel goed doet, is dat hij rustig blijft. Laten we eens kijken, want ik heb wel een paar... Ik heb wel commentaar. Car, because I need answers. As custodial parent, I'm supposed to know exactly what's what. Kim, can I leave now? Can you please tell me where you cut my children's hair? Wil je me vertellen waar je ze mee naar de kapper hebt genomen? Dat is echt totaal niet relevant. Maar het is gewoon puur controle. I gave my kids a haircut. You had no authority. Did you cut? Do you have my kids behind her? Did you consult with me? Heb jij met mij geraadpleegd? Did you consult with me? Want jij, ik ben de baas. Nee, hij heeft ook gezag. Het is maar een kapper. Let me peel off. Did you consult with me? Can I leave now? Let's be a man for once. Hier. Wees eens een man. Dus echt helemaal aanvallen op zijn mannelijkheid. Maar deze, ik zie al, hij heeft het wel vaker meegemaakt. Niet op reageren. Blijf rustig. Can I leave? Did you consult with me? Ma, can you get the police? Because... Yeah, he's taking my photo because he won't tell me exactly what happened. He has no right to do that. I asked you a simple question. So your mom gonna get the police? I don't know. I'm asking you a question. Where did you do this? Earl, they don't... Kim, you are really making the kids nervous. Earl... Hij zegt, je maakt de kinderen nerveus. Het kan haar absoluut niet schelen. Ik ben echt blij dat hij dit opneemt. I know my own children ever since. Okay? Ever since what? I know my children. Ever since what? Since you abandoned them. I abandoned them. Yeah. Kijk eens, ze zegt, ik ken mijn kinderen goed sinds jij ze verlaten hebt. I'm okay. Oh, I thought I left you. Hij zegt ook toch dat ik van jou weg ben gegaan. No, I'm recording it too, just to make sure that we're even Steven, okay? Yeah, I don't care about that. No problem. Oh, don't scratch the car. Oh no, scratch the car. Go ahead, do whatever you want to do. Come on. Kijk wat ze zegt van, maak kras op de auto, doe wat je moet doen. Hold the train. No, that's their train. I got the train until... Okay, hold on. No, you hold on to that train. Don't let him take that away from you. Nope. Don't let him put the train on the car, please. Then you need to tell me exactly what happened. Ja, yeah, dus emotionele chantage. Laat ze die trein niet op die auto zetten. Dan moet je mij vertellen wat ik wil. Kijk, hij als man moet oppassen. Want op het moment dat hij iets zegt wat haar niet bevalt, gaat ze het gelijk omdraaien en gaat zeggen, ik ben slachtoffer. Zo gaat het. Oh, so you got the boys crying. Well, you took his train. Don't scratch the car. I didn't take it. Don't scratch Answer the car. Answer the question. Get daddy a kiss. Get daddy a kiss. Answer the question. Can I pick him up, Kim? Put him down. Can I pick the You're kid over up? The time. Let me You're pick the over kid. The time. So I can't pick the kids Let up? Let go. Would you tell me where you did? So I can't pick the kids Can you up? Tell me what you did. They got a haircut, Kim. Where? Where, Earl? You put a shaver to their head. How dare you do that? You finished? And your mom is going to get the police, huh? Kim, would no, you please just, have them get the train off the car? Answer the question. I'm going to take the train from them. Okay, take them and then they'll be bawling and it's all you. That's it. They can't have the train on the car. Well, then Now, you need to answer the question. Why don't you back up from then the car you then? You need to answer the question. Back up from the car. They're going to remember you as an image of taking this away. Then back up from the car, Kim. Then answer my... Ja, ze zegt nu, ze gaan jou herinneren als iemand die spullen weghaalde. Ze zegt volop aan het manipuleren hier. My question, please. Back up from the car. Answer my question. Kim, you shouldn't be doing this in front of the kids. Would you please tell me you're doing...
Hey, volgens mij, ik denk, weet je wat werkt? Parallel solo ouderschap, volgens mij werkt dat. Doing it, Earl. Who gave you the right to do that? Who gave you the right? Oh, I wish you let me leave, yeah. Who gave you the right? You were over an hour half late. Hey, get your turn, sweetie. Who gave you the right to shave their head? Well, don't I pay child support? And don't they my child kids too? Child support has nothing to do. You are non-custodial with visitation. You have no rights whatsoever to do anything like this without consulting with me first. Kijk, dit is best, hè? Gewoon niks zeggen op dit moment. Ik weet even niet of hij die kinderen nog mee moet nemen of dat hij ze nu wegbrengt. Want anders denk ik, ga gewoon instappen en wegwezen. Here comes your mama. Y'all know it's about to get worse. Tim, you see, you can't have them, let them scratch I'm up the car. I'm sorry, I need okay. to know what you did. I'm going to give it back. Daddy going to give it back. You can't scratch up the car, okay? Uh-huh. Okay? Come on. Give Daddy a kiss. Give Daddy a kiss. Give the car back. Let me give him a kiss, Kim. Let him go. Okay, give it the car. Give it. Okay. Give him the train. Come give Daddy a kiss. Get the train. Here, go over here. Take him. Give okay. me the train. Kijk, hij blijft cool. Hij geeft niet wat ze wil, want ze wil die emotionele reactie. Dus hij blijft gewoon rustig. En wat ze dan vaak doen is, gaan ze een treetje hoger. Dus dan gaat ze hem extra lopen uitdagen. Leave it now. Oh, kijk, dat is een mooie. I don't know. Where's my coat? Where's my stuff? It's in that bag that you gave me. Oh, you did give me coat, huh? Yes, I did give you coat. Oh, and back. I gave you hats and I gave you food. Okay, back up so I can open the trunk. Go right ahead. Come on, baby. I'm sorry, what'd you say? Kijk, nu gaat ze poeslief doen alsof zij voor het kind zorgt. Allemaal schijn. It works. Does the battery doesn't work? Well, you gotta turn it on. Get the coat, Earl. When she back up. They're waiting for us. Kijk, daar hebben de koningin narcist. Die gaat nu ook baas lopen doen. Die kan het dus ook niet schelen wat er gebeurt. Get the coat. When she back up. You can go get the coat. I don't want you behind me, Kim, because... Earl. You know what? The coat are in the suitcase. No, let it videotape. Stop the phone. No, really, because the coat are in the suitcase. Stop the phone. It's already videotaped. It's okay. If my picture gets on the internet, don't worry about it. You can sue him. You can do a civil suit. You see, that's why you're such a coward, Earl. Kijk, je bent zo'n loveback. Dit zijn die beledigingen. Die heb je vast wel een keer gehoord. Ik heb Miss what? These are the 3-year-olds, not you. Okay. Grow up. Okay. That's enough. That's okay. Can I have my children's coat? To introduce yourself. Why not? I gotta get my coat. You are respectable. I am. Okay, did you ever find my mom's obituary? You never gave it to me. But can I have my coats, please? Get the coats, please. Try to change the subject. I know. Coward. Just get the coats. Oh, they must be in that suitcase. What do you want? Oh, sorry. You want to write my name? Yeah. Die kinderen voelen die stress, dus die gaan... Ja, die gaan zich ook zo gedragen. Dat is logisch. Echt triest wat hier gebeurt. Hey, go wait in the car. Right there. He's trying to do something No, no, these are my coats. That's so typical. It's nothing new. No, there you go. Say another word to him. He's like... Wat ze ook vaak doen is bij die overdracht. Dan doen ze net alsof je bepaalde kleding niet hebt meegegeven. Dus moet je heel erg opletten. Even worth it. I know. But don't you ever touch my children like that again without consulting me. I am custodial. Okay. I'm going to give them a haircut next time. In the judgment of the divorce, you do not touch their hair. Oh, is that a threat? I'm just telling you, if they need a haircut, I'll give it to them. Are you threatening my children? If they need a haircut, I'll give it to them. They just had a haircut. Do you want me to send you the bill? You do not cut them. And you think it's funny. Yeah, send me the bill. You think it's funny. Earl, you should have been more conscious about them being sick with the fever instead of trying to give them a haircut. Oh, he's videotaping them. Okay, nu doet ze heel moeilijk, want dat ze ziek zijn. Ze maken overal een groot probleem van. I'm doing the same thing, man. I just want to crack him on his head. Zij wil hem aanvallen. Miss Wood, back up. Back up. Kijk, de enige reden waarom ze dit kunnen doen, is dat in Nederland, of gewoon in het Westen, hebben we afgesproken van, weet je wat? We doen aardig tegen elkaar, want anders komt de politie erbij. Maar deze dames hebben de maling aan. En als een man zo dichtbij komt... dan zou die daar wat aan doen. Maar nu moet hij oppassen, want het is een oudere vrouw. Dus hij moet zich extra inhouden. Hij laat haar nu te dichtbij komen. Behave yourself. Back up, Miss Wood. Behave yourself. He's a waste of space. Behave yourself. Get out of the car, y'all scared. Waste of space. You
okay, what is your name, honey? Nicole. What's your name? Huh? Hold on, Miss Ward. You... Ronnie? What's your mommy's name? What's your name? What's your mommy's name? What's your mommy's name? Let the car go. Y'all are you touching me? Get away from my car. Help! Are you hitting me? Help! Ja, kijk, zij gaat naar zijn auto toe. Hij komt dichterbij en gelijk help, slachtoffer spelen. Typisch, dus hij moet echt afstand nemen. Maar had die deur niet open moeten laten. Hij moet strategisch te werk gaan. Away from the car. Are you hearing me? Get away from the car. Did you just hurt me? Get away from the car. Did you just hurt me? Get away from the car. Kijk, nu verliezen ze cool. Maar kijk wat er allemaal gebeurt voordat dat gebeurt. Maar het had slimmer moeten zijn. Maar voor de volgende keer weet hij het. Hands on me? Are you hitting me? Get away from the car. Did you put your hands on me? On purpose. Did you put your hands on me? Let's go. You put your hands on me, I'm gonna have a physical. Go ahead, let me go ahead. Let's go. I'm gonna put a complaint against you. I'm about to walk back in the police station myself. Let's go ahead. Hands on me. Leaving a child in the car. So typical. Ja, dus wat hij nu moet doen is naar het politiebureau gaan. Hij moet die beelden laten zien. En kijk, zij gaat dus een valse melding doen van mishandeling. Want dat gaat ze waarschijnlijk doen. En dan, als je dat al doet bij de politie, dan weten ze al hoe laat het is. Dus altijd goed om dat van tevoren al te doen. Als jij denkt dat er gevaar is, zorg dat jij als eerste erheen gaat. Dan staat het in ieder geval in het systeem. Als zij een aangifte gaat doen, dan komt dat ook naar voren. So whose kid was in the car seat? My kid or her kid? They have 3 car seats. In the front seat? No, I just put that in the front seat. In the front seat? Kijk, wat hij nu niet moet doen is antwoord geven. Hij moet gewoon stil zijn. Go get a license, Woods. In the front seat, Earl? Go get a license. Go get a license? Yeah, go get a life. Go get, oh, I have a life. You're the one that don't have a life. You know when I was going to kill him. Why don't you grow up? You know your dad, you know your husband had a woman out there in North Carolina, huh? En nu gaat hij venijnig teruglopen doen. Dat is niet handig. You know Earl. Wat willen ze? You know Earl. I'm just... I won't even answer that. I bet you won't. I won't even answer that. I bet you won't. And you had another girl while you were dating my daughter. I wish I did. I wouldn't have married her ass. I wish I did. I would have married her. My... Oh, well, let me see my husband pulling you up. And tell me what? Hij moet nu echt stil zijn. See, and tell me what? See, this is the way you act. Go. Come on. Heel triest. Dus in dit soort gevallen, doe die overdracht snel. En dan maar niet met die ex erbij. Ze zijn nog heel klein. Maar gewoon deur open. Zorg dat je die spullen klaar hebt. Hè? Dus nu laag ze op de achterbank. Zorg dat je ze al gepakt hebt. Parkeer dan eventjes iets verderop. Zorg dat je het al hebt. Maak die overdracht snel. En zeg al gedag in die auto. Die moeder. Oh, see, you got the boys crying. Well, you took his train. Don't scratch the car. I didn't take it. Don't scratch the car. Die moeder die gaat sowieso negatief praten. Die gaat tegen die kinderen weer lopen klagen over het kapsel. Dat het niet goed is. Iets met de kleren wat niet goed is. Oh, kijk, je vader is echt zo'n loser. Dat gaat sowieso wel gebeuren. Het enige wat je kan doen, is de overdracht zo makkelijk mogelijk te laten verlopen. Dus ik vond dit een mooie. Je hebt hiermee te maken. Neem het op. Misschien niet zo opzichtig, want dan gaat die moeder weer zeggen van, oh kijk eens, zie je wel, hij is maar aan het opnemen. Dus doe alleen de audio, maar of doe een geheime camera. Er zijn zoveel kleine camera's te koop tegenwoordig. Maar doe dat. Bescherm jezelf. Wees die krachtige ouder. Geef die narcisten niet die emotie die ze willen. Want ze zijn het niet eens. Ze zijn het echt absoluut niet waard. Het zijn echt zielige mensen. En er zijn heel veel methodieken om ze echt compleet gek te maken. En een daarvan is gewoon geen emotie meer geven. Dus doe dat ook. Hoe moeilijk het ook is. Dankjewel voor het kijken.